deze bus moet blijven. Absoluut. Marianne Bargilé gaat er vaker even tussenuit. Meestal winkelen. Of Rotterdam-Zuid. Of Dordt. Ze laat zich rijden door de gebruikersvereniging Rolstoelbus Dordrecht. Nou, omdat ik MS heb. En totaal verlamd ben. Veel mensen die, net als Marianne, vanwege een handicap of beperking niet kunnen reizen met het openbaar vervoer, krijgen volgens de wet maatschappelijke ondersteuning, WMO, geld om met speciaal vervoer te reizen. Maar de 40 vrijwilligers van de GVA Rolstoelbus luiden de noodklok. Dus we hebben echt een probleem. De eisen worden steeds strenger, steeds minder mensen krijgen een vergoeding. En wie dat wel krijgt, moet in principe gebruik maken van de Drechthopper. Busjes die worden gesubsidieerd door de Drechtsteden. Waardoor in het laatste anderhalf jaar veel van onze leden minder tot helemaal geen budget meer over hebben gehouden om met ons te kunnen rijden. Terwijl veel mensen dat juist wel willen, omdat de Drechthopper hen niet bevalt. De Drechthopper, daar zitten meer mensen in. En dan ben je langer onderweg om weer thuis te komen. De Drechthopper kan een kwartier eerder voor je deur staan. Of een kwartier later en je moet klaarstaan, want anders rijdt hij weer weg. En moeten nog meer mensen worden opgehaald. Onvrede bij een deel van de gedwongen gebruikers zorgt ervoor dat ze dan maar thuis blijven zitten. Uitwijken naar de rolstoelbus van de GVR is te duur, want dat krijgen ze niet vergoed. Dat betekent dat wij minder omzet hebben en minder leden hebben. En dat we dus niet meer zo goed uit de omzet komen. We moeten wel beperkte winst maken om het wagenpark te onderhouden. En dat loopt nu allemaal terug. Na 28 jaar staat de toekomst van de GVR op het spel. De vereniging heeft een brandbrief gestuurd naar alle gemeenten van de Drechtsteden. Wij willen dat de WMO-eisen versoepeld worden. Dat mensen met makkelijker een budget overhouden om te kunnen gebruiken naar eigen keus. De gemeente Dordrecht heeft tot dusver nog niets van zich laten horen.